ik heb het toen gezien en gehoord en ik zie het nu weer. Van, heb medelijden met ons, want wij werken zo hard. Wij hebben al zo hard gewerkt. En we gaan nu even een tripje maken naar Solem. We gaan nu even, alstublieft, vriendelijk vragen aan Van Geluwe van zijn titels weg te laten. Maar dat is bijzaak, hè. Wat gaat die mens nog nu moeten nadenken over wat hij allemaal mispeuterd heeft, hè? Ja. Hij heeft al 13 jaar tijd gehad en eerst zijn leeftijd gehad en is nooit veranderd. Nee. En ik word daar kwaad van. En ik heb dan, God vergeten, bekeken. De eerste aflevering vond ik het verschrikkelijk emotioneel. Maar ik heb in mijn entourage zoveel mensen die zeggen, nu pas zien wij hoe het systeem van de kerk gewerkt heeft. En ik zeg, ja, maar ze werken nog zo. Want ze draaien met de wind mee en ze doen eigenlijk niks. En sorry dat ik nu kwaad ben, maar ik ben verschrikkelijk kwaad. Ja, maar jij mag kwaad zijn. Ja, ik mag kwaad zijn, maar het is genoeg geweest. Ja. Ik heb mij 13 jaar ingezet voor die slachtoffers met een goed hart. Rick De Villet, die een mens, Norbert Bethune, hebben heel hun leven daaraan gegeven. En het blijft altijd dezelfde bullshit. Zolang als dat niet gevoeld wordt. Want wat ik merk, dat is, ik zie in de reactie van een aantal mensen uit de kerk, ik zie dat ze het niet voelen. Ja. Ze voelen het niet. En heel de maatschappij voelt het wel. Maar degene die het eigenlijk moeten voelen, die voelen het niet. Nee, dan wordt er een live persconferentie gegeven wanneer meneer Bonny terug het toneel opvoert wat er eigenlijk in 2010 werd opgevoerd. Want ik heb gisteren telefoon gehad van Mark van Geluwe. Iedereen wil Mark van Geluwe interviewen. Maar Mark zegt, ben ik daarvoor uit die anonimiteit gekomen om terug datzelfde schouwspel te moeten zien? Want een brief, mijn onkel heeft een brief geschreven naar de paus. En die heilige man gaat nu eens bekijken wat hij daarmee gaat doen. Maar Mark heeft een dikke brief geschreven aan de paus een paar jaar geleden. Ja. Mm-hmm. Met alle details wat hij als kind heeft meegemaakt. Ja. En dat was niet min. Hè? Nee. De paus heeft echt kunnen lezen dat hij bereden werd door zijn onkel. Als een bronstige beer zat hij erop. En nu zegt Mark, al lachend, want ondanks wat hij heeft meegemaakt, heeft hij heel veel humor. Tja, nu gaan ze nog een jaar moeten wachten op een brief. Want ik heb ook een jaar moeten wachten tot ik antwoord kreeg. Ja. En toen de paus, de heilige man, dit gelezen heeft, kreeg Mark als antwoord, mogen God u vrede en kracht schenken en mogen hij u met zijn groot hart zegenen dag na dag. Daar moeten de slachtoffers het mee doen. Mm. Is er eigenlijk iets wat ze zouden kunnen doen waardoor jij terug hen wat zou vertrouwen? Of zeg je, dat is zo gebroken, dat kan niet meer? Ik vertrouw ze nooit meer. Ik kan dat niet meer. Zij moeten zorgen dat die daders gepakt worden, aangegeven worden. Zij moeten met schadevergoedingen komen. Zij moeten een heel andere aanpak beginnen voeren, consequent, voor de slachtoffers. En niet tegen. Ja. En ik vind dat ze ook een belangrijke stap moeten zetten naar zichzelf. Ik bedoel, het woord is gevallen, ze zijn ziek.